Hoe voer ik een kunstwerk op Wikidata in? Vlak voordat je een kunstwerk gaat invoeren, moet je altijd even checken of het werk nog niet op Wikidata staat of het nog geen item op Wikidata heeft. Wikidata heeft namelijk een aantal heel actieve werkgroepjes van vrijwilligers die reeds heel actief bezig zijn met beeldende kunst. En Wikidata heeft onder andere al meer dan 100.000 items van schilderijen. Dus wees nooit helemaal zeker van je zaak. Check altijd even of het werk nog niet op Wikidata te vinden is. Hoe doe je dat? Er zijn verschillende manieren om iets te zoeken op Wikidata. Je kan bijvoorbeeld zoeken op de titel van het werk. In dit geval ga ik bijvoorbeeld zoeken naar Het Laatste Avondmaal van Jan Raas II. Dit is het voorbeeldkunstwerk wat ik zo meteen ga invoeren. Nou, ik ga even naar Wikidata toe en Wikidata heeft een heel goede zoekfunctie. Je kan ook delen van een titel invoeren, maar ik ga nu de hele titel invoeren. Het Laatste Avondmaal. En dan krijg ik 13 resultaten terug. Even dubbelchecken of het niet het wandtapijt is wat wij willen gaan invoeren. Nou, ik zie geen enkel werk van Jan Raas terug. Wel bijvoorbeeld een werk van Marlene Dumas. Nee, dat zit wel goed. Ons kunstwerk staat nog niet op Wikidata. Er is een tweede manier dat je dat kan checken, namelijk via de kunstenaar. Je kan de kunstenaar opzoeken op Wikidata. Ik had hem toevallig net hier staan, Jan Raas II. Je kan altijd even nakijken welke items zoal naar een kunstenaar toe linken. Om dat te doen, ga je naar het item van de kunstenaar zelf toe. En dan heb je aan de linkerkant van je wikipagina, bij Wikipedia is dat ook zo, altijd hele interessante tools en linkjes staan. Daar staat onder andere bij wat linkt hier naartoe, wat linkt naar dit item. Als je daarop klikt, dan krijg je eigenlijk de items te zien die naar dit item toe linken, dus die hiermee verbonden zijn. In dit geval krijgen we eigenlijk alleen maar twee database constraint violations te zien, dus eigenlijk twee foutjes die in het systeem gevonden zijn. Daar hoeven we eigenlijk verder niks mee, dit zijn geen belangrijke dingen. Maar er zijn geen andere items die naar Jan Raas linken. Dus hij is eigenlijk een soort van wees of orphan in het systeem of op Wikidata. Dat is prima, goed nieuws voor ons, want zijn kunstwerk is nog niet ingevoerd, dus wij kunnen dat nu met de hand gaan doen. Ik ga nu even terug naar mijn metadata, dus naar de data die ik gekregen heb erover. En in de vorige video had ik even uitgelegd dat we een aantal basisstukjes informatie nodig hebben, waaronder de titel van het werk. Ik kopieer die even voor het gemak, zeker bij een langere titel is dat handig. En om een nieuw item op Wikidata aan te maken, ga je ook weer naar die linker kolom met menu-items en daar zie je een linkje Create a New Item. Als je systeem in het Nederlands ingesteld staat, dan krijg je dat in het Nederlands te zien. Klik daar even op en dan opent die een pagina met een invoerschermpje. Maak een nieuw item aan. Nu, in dit geval heb ik eigenlijk geen Engelstalige metadata. Ik heb alleen Nederlandstalige metadata en Nederlandstalige titel, dus ik zoek even Nederlands op. Nederlands staat hier. Het label is eigenlijk de standaardnaam die het item heeft. Bij een persoon is dat eigenlijk zijn voor- en zijn familienaam. Bij een kunstwerk is dat de meest gebruikte titel. Die plak ik hierin. En de beschrijving, dat is eigenlijk een korte beschrijving die bij alle items het handiger maken om ze terug te vinden of om ze te onderscheiden van anderen. En dat is eigenlijk een heel korte samenvatting van wat het item is. In dit geval wandtapijt van Jan Raas II. Stel nu dat ik nog alternatieve titels zou hebben, dan zou ik die hier kunnen invullen in het Nederlands. Als ik andere titels in het Engels of in het Duits of in het Frans zou hebben, dan heb ik nog een ander plekje om die in te voeren, dat toon ik zo meteen. Ik maak nu even dit item aan. Ik heb voldoende om het item aan te maken. Zo, nu heb ik een leeg item. Hij heeft nog geen label in het Engels. Ik heb ook geen Engelstalige titel, dus dat kan ik nog niet invoeren. Maar als ik die zou hebben, dan zou ik die hier kunnen bij invullen. Hier op edit klikken en dan kan je eigenlijk alle labels aanpassen. Bij mij heb ik heb mijn instellingen zo gedaan dat ik heel veel talen tegelijk zie. Normaal gezien standaard zie je alleen de talen van bij jou in de buurt, maar dat kan je makkelijk aanpassen via je gebruikerspagina. Ik zou eventueel ook nog al andere titels in andere talen kunnen invoeren, maar die heb ik nu niet op mijn beschikking. Ik kan wel bijvoorbeeld een beschrijving in het Engels toevoegen. Tapestry by Jan Raas II. En dat sla ik op. Dit is eigenlijk prima. Die heeft niet noodzakelijk een Engels label nodig.
Het is wel handig om het te hebben, maar het is niet noodzakelijk. Nu zien we eigenlijk verder dat hij nog geen metadata heeft, dit wandtapijt. Het is eigenlijk nog een leeg item. Bij een voller item zie je onder statements, eigenschappen, een heleboel metadata staan. Die moeten wij nog aanvullen. Als je op add klikt, dan gaat Wikidata jou eigenlijk al een aantal suggesties geven van wat je hier zoal kan invullen. Bijvoorbeeld instance of, het is een wandtapijt. In het Engels een tapestry. Het fijne aan Wikidata is dat je eigenlijk gewoon kan gaan typen en dan gaat hij jou al suggesties geven. En inderdaad, we krijgen meteen onze tapestry type kunstwerk terug wat we nodig hebben. Dit is het type kunstwerk wat het is. Instance of tapestry. Dus nu weet Wikidata al dat dit een wandtapijt is. Daarnaast, image ga ik even laten gaan. Inception is de datum waarbij het werk gemaakt is. Ik ga even naar de metadata kijken. Dat is in 1618. Dus dat ga ik invullen hier. Ook met data is Wikidata vrij slim. Dus als je bijvoorbeeld een jaartal invult, dan gaat hij even opzoeken en dan gaat hij dat jaartal terugvinden. Maar stel nu bijvoorbeeld dat je een specifieke dag hebt waar dat gemaakt is, dat zou kunnen. Bijvoorbeeld 5 januari 1618. Dan zou je dat ook terugvinden. Dus, maar we gaan er gewoon vanuit dat het het jaartal 1618 is. Zo. Save. En we hebben ook al de datering opgeslagen. Wat gaan we nog meer invullen? De collectie wil je graag weten. Nou, we weten dat het van Museum M in Leuven is. Nu is Museum M als volgt ingevoerd op Wikidata. M Museum Leuven. Opslaan. Wat vraagt hij nog meer? De maker. Nou, dat is Jan Raas de Tweede. En ook die vinden we terug. Opslaan. Wat kunnen we verder nog aangeven? Het inventarisnummer, heel belangrijk. Daarvoor keer ik even terug naar de spreadsheet om die te kunnen kopiëren. Ja, dat is deze. T-76. Zo, en nou, er zijn misschien meerdere musea die dit soort systematiek hebben van inventarisnummers. Dus om te voorkomen dat we verwarring zouden kunnen hebben tussen verschillende musea, voeg ik hier nog een qualifier aan toe. Namelijk, dit inventarisnummer geldt voor de collectie Museum M opnieuw. Dit sla ik ook op. En bij deze heb ik eigenlijk al best wel mooie basisinformatie over dit wandtapijt. Er is nog één ding wat eigenlijk heel handig is en goed om toe te voegen, dat is namelijk broninformatie. Deze URL's, de datapits, kunnen ook links zijn naar de collectiewebsite van het museum. Die geven eigenlijk meer informatie over het kunstwerk. Dat is een link die, als je erop klikt, waar je meer informatie over het kunstwerk vindt. En die kan je zowel toevoegen als algemene beschrijvings-URL van het kunstwerk, describe that URL. Plaatsen we hier. Opslaan. Maar die kan ook als bron aangegeven worden voor een aantal stukjes informatie. Bijvoorbeeld dat dit werk in de collectie van Museum M hoort. Dus we zeggen reference URL is deze URL. En daar geven we altijd een datum bij waarbij we deze informatie gecheckt hebben. En in dit geval, deze video is gemaakt op 5 januari 2016. En dan sla ik het geheel op. En dan hebben we ook een bron hiervoor. Nou, deze bron kunnen we eigenlijk ook bij de andere statements plaatsen. Dus ook hier. Retrieved. Nee. Januari 2016. Bij deze. En op deze manier hebben wij het kunstwerk aangemaakt. Met basisinformatie. Nu, dit is echt een soort van heel essentieel basic kunstwerk. Er zijn eigenlijk nog meer stukjes informatie die je over dit kunstwerk zou kunnen toevoegen. Ik heb bijvoorbeeld hier een collectiewebsite van erfgoedplus.be waar wat meer informatie over het werk staat. Er staat een afbeelding bij
Maar die is niet onder een vrije licentie beschikbaar, dus niet bruikbaar voor Wikidata. Maar we hebben bijvoorbeeld ook nog wat geschreven informatie over het werk. We hebben ook het materiaal wat gebruikt is. We hebben de afmetingen. Er zijn ook opschriften. En ja, een aantal van die brokjes informatie. De locatie waar het zich bevindt. Dat hoeft niet noodzakelijk hetzelfde te zijn als de collectie. Dat kan ook, een werk kan zich in een collectie bevinden, maar zich op een andere plaats bevinden. Bijvoorbeeld in het geval van een bruikleen of een werk in de publieke ruimte. Dus dit zijn eigenlijk allemaal nog extra informatiebrokjes waarmee je een werk nog meer kan verrijken. En ik ga er nog een klein voorbeeldje van geven. Het is een werk waarop het laatste avondmaal afgebeeld wordt. Het tafereel van het laatste avondmaal. Christus staat erop. Een baldakijn. Een schaal met voedsel. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die afgebeeld worden. Twee kruiken op het werk. Al die dingen zou je als depicted informatie kunnen toevoegen. Wat we ook krijgen is location, dat zal ik zo meteen doen. Nu doe ik eerst depict. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat Jezus Christus erop staat. Zo. En niet de naam Jezus, maar we willen. Jesus Christ. En daar zou je ook kunnen zeggen food en baldakijn en zo verder. Daarnaast kregen we ook de suggestie om de locatie toe te voegen. Nou, dan zeg ik ook en Museum Leuven. En welke suggesties krijgen we nog? Een afbeelding. Nou, zoals ik al zei, in dit geval is er geen afbeelding onder een vrije licentie beschikbaar van het werk. Afbeeldingen op Wikidata moeten altijd op Wikimedia Commons staan, dat is de beeldbank van Wikipedia. Er staan wel andere afbeeldingen van werk van Jan Raas op, maar niet dit specifieke werk. Dit is bijvoorbeeld een wandtapijt wat zich bevindt in het Rubenshuis in Antwerpen, maar het specifieke werk uit Museum M staat niet op Wikimedia Commons. Als het wel op Wikimedia Commons zou staan, dan zou ik deze bestandsnaam kunnen kopiëren en als afbeelding toevoegen. Maar dat ga ik nu niet doen. Als laatste ga ik nog material used invullen. Welk materiaal is er gebruikt? Er is wol gebruikt voor het werk. Inderdaad. En wat hebben we verder nog? Zijde. Silk. Zulke krijgen we ook meteen terug. Zo, en nu hebben we een iets meer aangescherpt, vervolledigd kunstwerk op Wikidata ingevoerd. Wie zin heeft, mag ook de afgebeelde informatie nog verder aanvullen.